De dealer heeft weer gewild. En dat is meestal niet goed voor de portemonnee. En helemaal niet, als dat betekent dat je blijft stapelen. Zo, dit is een stam van Vira van LS Models. Hop, zo net in beeld. Deze stam is een tijdje terug, begin van het jaar, uitgebracht. Was moeilijk te krijgen en ze hebben nog een rondje gedaan. Die van mij heeft drie kwart jaar in bestelling gestaan. En ik kreeg van de week een telefoontje met de mededeling dat tegen alle verwachtingen in er een bestelling binnengekomen was van LS Models. De ICR Vira. Deze was na de aankondiging van LS Models eigenlijk door tegelijkertijd kwamen ook Pico en Exact Models met de Vira of iets wat daarna, nadat ik mijn bestelling al had gedaan. En ik heb vandaag even de mogelijkheid gehad om te zien of het nou een goed idee was om de LS Models te krijgen, te bestellen, of dat ik beter een andere had kunnen bestellen. En wat mij meteen opviel bij de Pico, heel mooi, maar rondom de deuren duidelijk minder details, rondom de ramen minder details en gewoon een wat simpelere uitvoering, maar budget gezien budgetvriendelijker. De Exact Models. Het eerste wat mij meteen opviel was dat er messing tredenplanken zaten hier. Nou, dat zie ik bij deze LS Models nog niet gebeuren. Hoop, zo. Ik heb natuurlijk mijn high speed stam. Nou, die is nog niet compleet. Dat is eigenlijk dus een Vira stam, maar in Vira kleuren zonder Vira op en met een stuurstand. En de Vira stam, dus ook in de zuurstokkleuren, heeft die stuurstand niet en reed met twee trakslocomotieven. En ik vind, de grijze lok is mooi, maar die denk ik dat ik toch reserveer voor mijn Benelux voorlopig. Ik vind dat de rode heel mooi past bij dit trein, bij deze hele treinstam. Ik ga hem zo dadelijk op de baan zetten. Ik heb al een beetje gekeken en ik denk dat mijn bochten een probleem gaan zijn. Maar hij gaat erop en hij gaat even een rondje rijden. En daarna ga ik eens even een plekje zoeken waar die kan gaan staan, want het begint wat vol te raken.
Nou, wat lastig in de bochten was een understatement. Bovenop gaat goed. Daar heb ik dus ook opnames van. Maar onder op de baan zijn er twee, drie plekken waar deze de hele tijd moest ontsporen. En bovenop de baan is er één plek waarbij je die ontkoppelt. Maar daar hebben meer rijtuigen last van. Dus daar moet ik eens een keer wat mee gaan doen. Ik heb ze allemaal voorzien van de Fleischmann kortkoppeling nu. Misschien dat ik nog even een koppeling ga wisselen. Het viel mij op dat de koppelingen twee standen hebben om erin te steken. Dus je kunt ze ook nog wat dieper in de wagon steken. Ik ga daar nog eens mee experimenteren. Een volgende keer als ik hem op de baan zet. Ik vind hem zo mooi dat ik er haast een vitrine voor aan zou schaffen, zodat ik hem altijd opgesteld kan hebben. Maar ik denk dat ik er gewoon een fotootje van maak en op mijn bureaublad achtergrond van mijn computer ga zetten. Dan ben ik ook allerlei. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer. En laat weten wat je hiervan vindt natuurlijk. Misschien vind je ze wel spuuglelijk.